hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. Ja, meneer Lassefort. Strakjes. Wanneer het voor mij weer mag, maar nu nog niet. Nou, we hebben visite. Hallo. Ja, lekker een bakje koffie. Lekker een bakkie. Ja. Visite, visite, inboedel. Ik heb geen plek meer. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reet dinsdag, de 21ste van de 5e 2024. En we leven alweer reeds om 14:24. Ja, ik zou er al eerder uit, maar ik had geen zin. En ik was op mijn telefoon even bezig. En ja, geen zin. Ik was ook een beetje beroerd. Dat is nou overroinkeld. Ik heb nog rugpijn en kniepijn, maar dat zal wel blijven. Maar Kandal was weer vannacht lastig. Rijka was vannacht lastig. Niet weten wat ze willen. Niet overgeven, nee. Maar stront lastig en over mij heen lopen en dit doen. En die stond op mijn haar, Rijka dus. Ja, dat belhamelse die daar op de bank is. Die stond bovenop mij, ja, rotten en teen, weet je. Dus ja, half slapen en dan half wakker, dan weet je het wel. Dus ja, dat heb je met kinderen ook en dat heb je met dieren ook. Dan moet je ze maar niet meenemen naar je bed. Ja, en ik doe dat wel, want dat zijn mijn kindertjes. Ja, mijn dierenkindertjes. Dus ja, helemaal leuk. En ik heb ook nog iets leuks te vertellen, maar dat vertel ik straks. Ik ga eerst lekker even met de meisjes lopen. En dan heb ik straks nog wat leuks te vertellen. Ja, dat vind ik tenminste leuk hoor. Wat jullie ervan vinden, ja, dat weet ik dus niet. Maar ik vind het leuk. Ja. Hé? Ja. De diertjes weet ik ook niet of die het leuk vinden. Ik denk niet dat die tekeer gaan. Maar dat merken ze dan wel weer. Ja, dan staat een hele boel hier op stelten. Ik kan er niks aan doen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, het is, ja... Ik moet zeggen, het is wel bewolkt, maar licht bewolkt, want de zon die schijnt ook. Die komt er wel doorheen. En het is 22 graden, dus ja, ik neem mijn vest mee. En is het al koud, ik die aandoen, want de wind kan er wel verkeerd wezen. Hè? Ja, je weet me nooit. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon en geniet een beetje mee. Ja, als je tenminste niks te doen hebt, dan alleen maar dat. Dan kun je gewoon meegenieten. Ja, en heb je wel wat te doen? Nou ja, doe je eigen dingen en geniet dan daarna. Ja. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Druk gemaaid hier en daar ben ik wel weer blij mee. Ik vind het zo mooi. Ja, meneer Lassefort. Strakjes. Wanneer het voor mij weer mag, maar nu nog niet. Nou, we hebben visite. Hallo. Ja, lekker een bakje koffie. Lekker ja, een bakkie, ja. Visite, visite, inboedel. Ik heb geen plek meer. En dus, nee, de meiden liggen daar, dus moet ze verhuizen. Er liggen twee meisjes, heerlijk. Leuk, hè? En eigenlijk keek ze heel zo bewust over, ja. Dan kon je er niet meer bij. Ja, nou, en een lekker bakje koffie.
En die is aan het zeuren, die wil naar buiten, maar dan gaat hij verder lopen te zeuren van ik wil verder dan enkel de tuin en dat gebeurt niet. Dus we hebben even de deur maar dicht gedaan. En ik ben aan het werk geweest, ja. Ja, en daar ben ik blij mee. Eindelijk die doos weg, maar hij gaat ook weg hoor. Tenminste, weg, weg. Hij gaat de kast in, maar de kast die staat vol en die moet ik eerst weer opruimen. Leeghalen, wat weg kan wegdoen. En er staat een doosje in met meubeltjes die mijn man nog had gemaakt voor in het elfhuisje die hij op schaal bezig was te maken. Voor buiten, ja, wat moet ik ermee? Ik weet het niet. Nee, wat moet ik ermee? Geen winkel. Ja. Daar heb ik ook aan zitten te denken, maar dan moet er wel iemand weten. Ja, ik ga eerst David vragen. Kan er mee gespeeld worden? Ja. Nee, het is geen speelgoed. Het is plezier. Ja, er is ergens, weet ik veel waar, een meneer. Die heeft uit de Gein zijn eigen huis, geloof ik, of zijn eigen boerderij nagemaakt. Maar in het klein. En dat heeft hij nog een keer gedaan in het groot. Dan heeft hij net zoiets wat er, met Modurendam heeft hij nog meer gemaakt. Kerkje en ditje en datje. Kasteeltjes, van alles en nog wat. En mijn man die wou dus een elfenhuisje maken op schaal. En een vijvertje erbij, maar dan allemaal in het klein. Het hoefde niet zo groot. Dus ja, ik weet het niet. Maar ik ga het eerst aan David vragen. Ja, die wou het hebben. Nou, dan moet hij het wel komen halen. Maar ik weet, hij is ook ziek. Hij heeft hetzelfde dan Karin bij toeval. Het zit niet in de familie. Want jij kunt ook krijgen. Iedereen kunt krijgen. Wat ja. Karin heeft. Agnes. Ja. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, ja. Ik zal het weer eens een keer een balletje naar hem toe gooien, wat dat er gaat. Want waar die woont, Joost mag het weten, ik weet het niet. Maar in ieder geval komt het allemaal wel goed. En dan hoop ik dat er ruimte komt. Komt hij het niet halen? Nou ja, dan niet. Sorry jongen, jij wou het hebben. Ik heb er niks aan. Ja, ik kan een dingetje bewaren als herdenking aan mijn mannetje. Maar ik heb daar in mijn hart... Daar zit alles wat ik moet hebben. Ja, en ik praat dag in dag uit met hem. Dus ja, meer hoef ik niet te hebben. Nee. Dus ja, je kan het zo ophalen. Ja. En dus. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie ding. En dat gaan wij hier ook doen. Tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden. We zijn weer thuis. Want ik heb de meisjes net uitgelaten. Voordat er straks wat uit die lucht neerkomt. Want het spreekt boekdelen. Ja, echt waar. En ik heb het al horen rommelen. Oh jee. En dat kan ik niet hebben, want dan raak ik in paniek. Want ik ben ook zo bang van onweer, want ik heb te veel. In hoofdletters met DJ. Ja, te veel meegemaakt in het verre verleden. Wat me nog bijstaat was de dag van gisteren. En dat wil jij niet meemaken, nee. Maar er had al een buitje moeten vallen, een kleintje. Even zien, ik zal even kijken. Kijken, kijken, kijken. Ja, dat is niet gekomen. Want het zijn allemaal van hele kleine heuveltjes. Zegt hij. Maar ik ga naar de andere. Die ziet helemaal niks. Geen neerslag. Ja, hoe dan? Maar die lucht, die spreekt boekdelen. Dan zou je haast denken, nou, eventjes onweer. Nee, 7 dagen onweer, denk je. Ja. Maar die heeft helemaal niks. Nou ja, oké, dan maar niet. Maar wat ik wel weet is dat er hier eentje staat te mekkeren achter die deur. En dat is Kandalfie. Ik heb net voordat ik wegging ook medicijnen ingenomen. Want als er onweer in de lucht zit, ja, lieve vrienden.
dan krijg ik hoofdpijn. En dat is dan niet de hoofdpijn die ik normaal heb, nee, de hoofdpijn dat je echt onweer opkomst hebt. En, of sneeuw, 's winters met sneeuw, sneeuwelijk voel ik het ook. En is het over, is het voorbij, dan zakt dat gewoon weer weg. Ja. Dus ja, ik hoop dat het gauw voorbij is, dan zakt dat ook weer. Ja, ik ga nou een hapje eten. Ja, jullie zien een oude tattoo, nog een hele oude. Er staat de naam van mijn man in. Maar dat is vervaagd. Jack, J-A-C-K, Jack. Hij had er precies zo in, net zo in, maar dan met mijn naam. Ja, dus helemaal blij ermee, ja. We hebben hem toen allebei tegelijkertijd laten zetten. Tenminste, eerst ik en toen hij. En het was voor mij mijn allereerste tattoo. Nou, ik ben dus nog steeds super blij mee. Omdat dat zijn naam vervaagd is. Ja, dus. Maar oké. Komt allemaal goed, lieve vrienden. Daar heb ik zijn portret met een roos. Daar heb ik de sterrenbeeld van mijn jongste dochter. En dus ja... Maar in ieder geval, en dan daar mezelf, hè, de heks, ja, met Gandalf, ja, moet kunnen. Ik zou jullie geloof ik, heb ik ook nog niet verteld waarom ik zo blij ben. Dan moet ik even zien op de computer, even bij, Even zien, maandag is het... Ja, de aanstaande maandag, de 27e, begint hier de avondvierdaagse. Tot en met de 30e. Dat valt op een donderdag. Ik rijd altijd mee. Met de scootmobiel CQ, de booster. Dan rijd ik de 10 kilometer. Dan ben ik natuurlijk back en back af. Ondanks dat ik het zelf maar in zelf aandoen. Maar ja, je moet heel alert wezen. Maar in ieder geval de 30e. De laatste avond. De intocht. Dan mag ik even smokkelen. Want dan gaat iedereen gaat naar de Oude Rijkswerf om te verzamelen, om de laatste tocht te doen door de stad heen. Maar als iedereen daar verzamelt, kom ik eerst naar huis. Je kan tenminste verschonken even naar de wc, even een broodje eten. Maar het is hier een hoop muziek. Want ik krijg voor mijn keukenraam live muziek. Van twee geweldige dames in ouderwetse kleding van de jaren 60, 70, zoiets, die tijd. En die zingen ook de nummers van die tijd. En ik zal ze voorzien van stroom. Dat is helemaal toppie. Er zullen honderden meisjes op de keren gaan of zo, ik weet het niet, hoe ze hun houden. Maar dan hebben ze maar even pech, daar kan ik ook niks aan doen. Maar het is ook toch niet zo lang, het is enkel tijdens die intocht. En als die laatste mensen weg zijn, dan zullen hun wel weer opruimen. En Rutger, die zal de boel weer hier opruimen, de snoer en alles, ja. Dus, komt allemaal goed. Hij krijgt ook even de sleutels van mij en dat komt allemaal goed. Ja, moet gewoon kunnen. Ja, en ik vind het gewoon gezellig. Zo leuk. Ja, en ik ben er wel blij mee. Maar ik zal ze zelf ook aanspreken van, wat schuift het? Jullie krijgen elektriciteit, wat schuift het? Laten ze maar komen zingen op mijn verjaardag, 23 juni. Ja! Dat valt op een zondag. Laten ze dan maar even gratis zingen. Een paar nummers. Helemaal top. Ja, geweldig toch? Moet kunnen. En kan dat niet? Nou ja, kost mij ook stroom, hè? Ja, echt. Maar ja, in ieder geval, lieve vrienden. Alle gekheid op een stokje even. Dat is Instagram. Ik ben er gewoon blij mee. Maar voor nu zeg ik een hele fijne liefdevolle avond. Ik ga mezelf denken. Ik ga even eten en een vlog in elkaar zetten. En goede tijden, slechte tijden kijken. En we zien wel wat er nog meer tussendoor komt.
bewerk het wel. Ja, jullie hebben ook gezien dat Mario is geweest. Hartstikke gezellig. Enzovoort. Ik ben aan het werk geweest. Ik heb dat ook omgetoverd in die curverbox. Nou is nog dat ik die kast ontruim. En wat eruit kan, dat eruit blijft. En desnoods naar zolder toe gaat. Of wat dan ook. En dat die curverbox om het hoekje komt. Want daar moet ik wel bij kunnen, ook zoals als ik extra lichtnet nodig heb of wat dan ook, dan kan ik er daarbij. Ik heb nou de verlengsnoer eruit gelaten. Die ligt onder de goudsteen in een krat. Die kan dan zo gepakt worden en ja, hoe we dat nog even moeten hebben, dat weet ik allemaal nog niet, nee. Maar dat komt allemaal wel goed. Ja, ik heb wel een vermoeden hoe we dat gaan doen, maar dat zien we dan wel weer. Ja, ik denk gewoon door de brievenbus kan het misschien ook. Ja, of misschien niet, dat weet ik niet. Leg eraan of die stekkers er doorheen kunnen, want dat zijn van die grote rubberen dingen. En als dat er doorheen kan, nou ja, dan kan ik morgen wel eens passen. Passen in de meter gaat de meeste tijd mee versleten. Lukt dat niet, moet via een bovenraampje van de keuken. Ja, kan niet anders. Ja. Dus, maar het komt helemaal goed. En mochten ze er twee moeten gebruiken, dan moet ik er nog eentje uit de schuur halen. Dan rijd ik er ook nog heen. Dus ja, helemaal toppie. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet een beetje mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd om naar boven toe te gaan. Ja, want we gaan lekker slapen. Televisie heb ik al uit. Computer moet nog even. Maar er lijkt nog extra licht van de computer. Ja. En ja, wij gaan lekker slapen. De meisjes die leggen al lang uit. Althans, de een ligt in een rolletje, de ander ligt lang uit. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het. God die houdt over ons allemaal gewoon de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!